Mag ik u uh, een vraag stellen? Voelt u altijd, elke dag, God dichtbij u? Ik, uh, ik niet altijd. Er kunnen momenten zijn ja, dat je zegt van God, waar bent u? En soms kan dat een duidelijke reden hebben. Als ik niet naar de kerk ga, als ik niet de Bijbel lees, als ik niet bid. Moet ik niet klagen dat God me niks zegt? Maar er kunnen ook andere redenen zijn: dat je God kwijt bent. Als je vragen hebt, als je moeite, tegenslagen, ziekte moet ondervinden, dan kun je ook wel eens schreeuwen: God, waar bent u? Nou In zo'n situatie kun je op Psalm 42 zingen en dit is dat een heel herkenbaar lied. Het heigend hart jacht ontkomen. Schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En vooral dat ook, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? En al uw baren en uw golven gaan over mij heen. Het is heel herkenbaar van een mens die verlangt naar God. En je strekt je hand uit en je kunt er niet bij. Wat moet je dan doen en wat kun je dan doen? Nou, misschien heel diep psalm lezen, het gewoon tegen God zeggen. Weet u wat er in die psalm staat? Een mens die dus God kwijt was, ik zal tot God mijn rot zeggen, waarom vergeet Gij mij? Heel gek hè, dan zeg je tegen God, ik geloof dat U mijn rots bent, maar ik voel er niks van. Ik zal tot God mijn rot zeggen, waarom vergeet Gij mij? We zijn gelukkig geen herten. We zijn mensen die met al hun noden en zorgen bij God terecht kunnen, juist ook als je God erg mist.